de cartridge, als meneer die ook op de bon heeft. Wilt u die ook retourneren, de geur? De geur? De geur, ja. Ik heb er niks... Ik weet niet of u die heeft gekocht, ook de geur. Huh? Ja, het is echt waar. Gie, gast op je beeldscherm. Het is donderdag. Even een extra specialtje. Gisteren natuurlijk Ajax. Ja, dat was wel een jammere, maar helaas. Flink katertje aan overgehouden. Dat ze hebben horen verloren. Dat horen we ook allemaal. Maar goed, dat betekent niet dat de winactie niet doorgaat. Je kan nog steeds tickets voor die Champions League finale winnen. In Madrid. Liverpool tegen Tottenham. Natuurlijk ook een fantastische wedstrijd om bij te wonen. Of je nou voor Ajax bent of niet. Dus ga snel naar de link in de beschrijving om nog mee te spelen. Joost, wat gaan we vandaag doen? Ja, het is natuurlijk zondag, moederdag. En daarom hebben wij deze moederdag special opgenomen. Wij gaan vandaag laten zien hoe jij je moeder kan verrassen met een leuk, gratis moederdags cadeau. Ik ga gratis keelsnoepjes scoren. Ik gebruik hem niet. De truc is eigenlijk best simpel. Namelijk, bij een bepaald merk, waar ik de naam niet van ga noemen, kan je, als je boven de 100 euro bestelt, krijg je een gratis cadeau. Ja, klopt. Ja, ja. En dat is een superleuk moederdags cadeau, toch? Kijk anders even mee. We noemen het naam niet. Prijs van hoog naar laag. Dat is het handigste. Ja, en dan zie ik hier een item van 99 euro. Oh, net niet 100. Een stomme foam erbij. Foam is echt niet stom. Martijn gebruikt heel veel foam. En dan hebben we nu 107,5 euro. Oh, wat staat hier nu in één keer? Fragrance Sticks, een premium cadeau. Ja, en dan krijgen we een paar dagen het thuis opgestuurd. En daar gaan we nu naartoe knippen. Ik heb het pakketje binnengekregen, jongen. Niels Vanger! Oh, sorry. Jezus. Je krijgt de parfum, die brengen we terug. Je krijgt de foam, die is voor Martijn, maar die brengen we ook terug. Dit is ons moederdags cadeau. Het enige wat we moeten doen, is dit terugbrengen. En dan krijgen we het geld terug en dan gaan we dit aan onze moeder geven. We hebben dit op een vrijdag opgenomen en we waren erg melig. Jij gaat het als eerste doen? Ja, yes, wat een lucky. Want dat betekent dat jij als tweede gaat doen. Dus waarschijnlijk gaat het mij makkelijk af. Maar als jij zoekt bij de volgende bij dezelfde winkel komt, dan kom jij precies hetzelfde terugbrengen. Goed gefixt, Niels. Ik ga eerst. Where did I fucked up? Goeiedag. Ik heb een probleem. Ik heb een ontzettend groot probleem. Bij mijn wasmachine is vast kapot gegaan. En ik heb dus ook geld. Ik kan het niet hebben. Ik heb een goede wasmachine. Zou ik het mogen terugbrengen? Ik heb het niet gebruikt. En het was ook zo'n hele mooie Miele wasmachine. Ik had hem nog niet zo lang. Ik heb hier de bon. Ga ik hem even scannen en dan kunnen we deze bij jou doen. Die ja. Dankjewel. Fijne dag. Ja. Het geld is terug. 107 euro. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dus mijn eigen risico is ingedekt. Luister dan. Het cadeau was altijd een waarde van 42,50. Ik heb wat vet veel voor een paar geurstokjes. Maar goed, mij is gelukt. Nu mag Niels weer gaan proberen. Ik sta nu om de hoek van een andere ritualzaak. Ik ga het niet bij dezelfde proberen, want ja, het was te opvallend. En het is heel raar als je dan een paar minuten later weer met hetzelfde verhaal komt. Dus, even ergens anders. Ik hoop dat het goed lukt. Hi, goeiedag. Ik kom twee producten wil ik graag terugbrengen. Deze. Even kijken. Deze. Jazeker. Had u de bon nog? Deze is best wel van belang. Ja. Kijken. Ja. QR-code niet, als je het niet bestaat, omdat het een internet aankoop is, staat dat los van de company. Ja. Dus het slimste wat u kunt doen is met de invoice die u heeft, het inschrijven terugsturen. Oké, dan ga ik dat doen. Dat is dus niet gelukt, helaas. Ik wist helemaal niet dat er dus een hele regeling was dat je alleen online kan retourneren. Ik zal mijn tactiek moeten aanpassen. Hi, goeiedag. Ja. Ik heb een probleem. Ik heb een moederdag cadeau gekocht. Ik heb alleen het geld niet meer, dus ik moet het te maken. Ja. Ja, en ik heb deze. Ik heb de bon ook. Deze moet je terugbrengen? Laat haar voor deze. Nee. Deze had ik er ook bij genomen. Ja, ik wil terugbrengen. Sorry? Ja, als het kan. Ja, ik heb gewoon het geld niet meer. Dus dat is even heel kut. Ik ben maar... Ja, ik heb een bon.
Online. Online mogen we het officieel niet terugnemen, dus dat ga ik even een manager erbij halen. Ja, als je dat zou kunnen vragen, want ja. Ik ben mijn huis uit gegooid. Dus ik heb op dit moment geen huisadres. Omdat... Oké, ja, top, dankjewel. Ja, van de een op de andere dag. Ja. Hij heeft het pand verkocht, mijn baas. Ja. En hij heeft de sloten veranderd. Maar eigenlijk mag je de huurder niet zomaar... Nee. Dus ik zit nu helemaal in de stress. En een situatie. Ja, echt fucked up. Ja, ja, ja. Zit alles er wel in? Ja. Ja, voordat ik iets met... Ja, nee, ik zat ook even terug. Cartridge, meneer die ook op de pol heeft. Wilt u die ook retourneren, de geur? De geur? De geur, ja. Ik heb er niks... Ik weet niet of u die heeft gekocht, ook de geur? Nee. Ik heb hem niet eens opengemaakt. Ah, okay. Dus... Ik zal wel het 750. Ja. En dan even je gegevens als je doet voor het retourneren. Ja. Ja, adres weet ik dus even niet. Kom wel e-mail. Nou, echt heel erg bedankt. Je helpt me er heel erg bij. Ja, ja, top. Dankjewel. Fijne dag. Oké, ik heb dus €107,50 teruggekregen van deze lieve mevrouw. En ik heb dit gedeelte van de hele bestelling mogen houden. En dit was gratis, maar heeft wel een waarde van €42,50. Dus de gierige streek... Is wel gelukt, denk ik zo. Ik zou zeggen, op naar mijn moeder. Dag mama. Ik heb een cadeautje voor je. Het zijn geurstokjes. Het heeft me heel veel geld gekost, dus wees er zuinig op. Ja, dat zal wel. Ja. En je wil niet weten hoe ik eraan ben gekomen. Maar het cadeaupapier was in ieder geval op. Mooi. Maar omdat ik zo van je hou. Mm-hmm. Ik sta dus voor het schoolgebouw waar mijn moeder werkt. En daar ga ik haar verrassen. Hey mam. Ben jij nu les aan het geven of niet? Ja, nee, dat niet. Oh, jammer dat je gewoon nu komt. Ik heb een moederdagscadeau voor je. Oh, dat meen je niet. Wel geheel op de gierige gasten manier natuurlijk. Oh, wat prachtig. Waardoor als die piebertjes een scheetje laten, het alsnog lekker ruikt. Ja. Oh, wat heer. Maar vind je het ook goed dat ik mee naar huis neem? Ja, vind ik ook dat je lekker mee naar huis neemt. Superleuk. Ja. Wat vind je van het gebaar, man? Het gebaar vind ik gierig. Ja, hè? Niels, dan ben je toch een ontzettend lieve kerel. Dankjewel, ik hoor het vaker. Ik zag dat jouw moeder er echt heel erg blij mee was. Ja, ik voel me wel een beetje schuldig, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je tegen mensen gaat lopen verkondigen dat je je huis uitgetrapt bent... en je bent echt helemaal op je ziel aan het inspelen, ja. Dan voel ik me daarna heel naar. Oké, nou, ik heb dat iets minder, want dit cadeau hadden ze toch al weggegeven. Wij kopen de producten er alleen niet bij, toch? Ja, en je pakt het van een groot bedrijf, dat vind ik dan ook iets minder. Snap je? Ze hebben een soort van stiekem gratis promootje. Whatever. Onze moeders zijn super blij en ik vond het ook best wel een leuk item. En een geslaagde truc. Ja. Vond je nou ook een leuke video? Vergeet dat duimpje dan zeker niet omhoog te doen. En abonneer ook even op ons kanaal. Yes, aankomende dinsdag gaan we natuurlijk gewoon weer één van jullie wensen inwilligen. Dus laat even weten wat jullie willen. Gaan wij het op een gierige manier proberen te fixen. Tot dinsdag. Yo.